Het kan me soms bang maken. Als ik lees in de Bijbel wat er allemaal gaat gebeuren voordat de Heer Jezus komt. Maar van de week moest ik ineens denken aan toen ik erg klein was. Toen zei ik eens tegen vader: papa, ik zal nooit sterk genoeg zijn om voor de Heer Jezus te lijden. Om een martelaar te zijn voor de Heer Jezus. Daar zal ik nooit sterk genoeg voor zijn. En toen zei vader tegen me: Korreman, als je van Haarlem naar Amsterdam gaat, wanneer geef ik je je treinkaartje? 3 weken van tevoren? Nee, papa, de dag dat ik op reis ga. Juist, zei vader, en dat doet de Heer ook. Je hebt vandaag, heb je nog niet nodig dat je sterk genoeg bent om voor de Heer Jezus te lijden. Om een martelaar te zijn. Maar als ooit je de eer krijgt om voor de Heer Jezus te mogen lijden, dan zal de Heer je het treinkaartje precies op tijd geven. Ik herinner me dat ik zo getroost was. Ik speelde weer met mijn pop en ik dacht niet meer aan die toekomst. Als het komt, ik krijg het treinkaartje op tijd. Dat heeft me naderhand ook dikwijls geholpen. Heb jij ook soms dat je bang bent? En dan bedoel ik niet alleen voor het verschrikkelijke wat er kan gebeuren in de wereld, maar ook voor die zorg die jij hebt. Je bent ziek en je weet het. Moet je geopereerd worden? Kan je er tegenop zien, hè? Denk erom. De Heer geeft het treinkaartje net op tijd, hoor. Er staat in de Bijbel: Hij geeft ons niet een geest van vrees, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. En dat betekent dat de Heer altijd zorgt voor wat we nodig hebben. De Heer zal jou het treinkaartje precies op tijd geven. En leg je zwakke hand maar in de sterke hand van de Heer. Hij zal voor je zorgen. Dank u wel, Heer, dat u zo'n goede herder bent. Dat u zo voor ons zorgt. En dat we hoeven niet te vrezen, al veranderen de aarde haar plaatsen, werden de bergen verzet in het hart der zee. Dank u wel, Heer. Wat hebt u ons toch lief.